Wat gebeurt er allemaal op een spoedeisende eerste hulp in een ziekenhuis? SEH-arts KNMG, Erik de Kruijf en ook SEH-teammanager Marike Zwarteveen van het Flevo Ziekenhuis zijn nog steeds bij ons. Om meer te vertellen over die spoedeisende eerste hulp van het Flevo Ziekenhuis in Almere. Uh, Erik, waarschijnlijk is het een onwijs lastige vraag, maar kan je vertellen hoe een gemiddelde dag er bij jou uitziet? Uh, ik ga het een beetje proberen. Maar een gemiddelde <laughs> dag is er eigenlijk niet. Nee, dacht ik al. Um, uh, zeker als je bedenkt dat het een dag of een avond of een nachtdienst betreft. Uh, maar als onze dienst begint, uh, dan komen we eigenlijk allereerst bijeen met ons hele team. Dat betekent uh, spoedijzerhulpverpleegkundigen, en, en artsen. Uh, andere dokters die uh, werken op de spoedeisende hulp en uh, de doktersassistenten. En dan bespreken we eigenlijk um, um, wat verwachten we van de dag. Is alle apparatuur aanwezig die we nodig hebben? Uh, hoe zijn de bedden in het ziekenhuis? Um, um, wat is er vandaag aan de gang in de omgeving? Zijn er speciale evenementen? En is iedereen eigenlijk wel fit vandaag om uh, het werk goed aan te kunnen? Uh, da 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 daarna gaan we de afdeling op en gaan we kijken wat ligt er op dit moment, wat kunnen we overnemen. En vanaf dan is het eigenlijk wachten op wat er komen gaat. Wat voor ambulances komen, wat voor patiënten melden zich en uh, wat voor telefoon uh, krijg ik uh, over patiënten die aangemeld worden door collega, medisch specialisten uit het ziekenhuis of door de huisartsen. En dan aan het einde van de dag draag je het over aan je collega's en mag je weer naar huis? Of duurt het ook wel eens langer? Dat je met een, ik kan me voorstellen dat als je toevallig zelf met een patiënt begonnen bent, dat je dat ook wel wil afmaken. Zeker in spoedeisende gevallen, ja. dat je dat niet makkelijk even overdraagt. Soms is het nodig om het patiënt over te dragen, omdat het echt uh, meer dan etelijke uren gaat duren voordat, uh, voordat ik anders naar huis kan. En mm -hmm. de dienst houdt een keer op. Um, maar de voorkeur heeft wel om de patiënt, uh, ook voor de patiënt zelf, um, um, de volledige behandeling te kunnen aanbieden en uiteindelijk ook als enige dokter bij die patiënt te zijn. Zodat het ook duidelijk is voor de patiënt: waar gaan we naartoe en wie is mijn hoofdbehandelaar? In een mooi woord gezegd. Ja, nou vertelde Erik in het eerste deel van het gesprek al eventjes dat uh, ja, je soms best even moet wachten. Ook als je binnenkomt als patiënt op de spoedeisende hulp. En hebben mensen toch vaak, uh, Marieke, een beetje verkeerd beeld. Misschien ook wel door allerlei ziekenhuisseries van, uh, van ja, spoedeisende hulp. En dat er dan gelijk honderd dokters om je bed staan te schreeuwen en, uh, en te trekken en zo. Ja, dat is wel zo. Inderdaad, uh, de hulp, uh, dat is eigenlijk hulp die met spoed nodig is. Dat wil niet zeggen dat de hulp ook heel snel gaat. Dus het is niet zo dat als je binnenkomt dat je dan ook met tien minuten weer buiten staat. Het betekent dat we uh, moeten gaan uitzoeken wat nou precies het knelpunt is waarmee je komt. Uh, soms moeten we dan bijvoorbeeld een uh, labafname doen. En dan een labafname voordat uh, de uitslagen bekend zijn, dat duurt vaak al een uur. Dus ja, dat is betekent... even bloed prikken en even kijken wat er dan ja. aan de hand is. Ja. ja, en als we zien dat het lab daarbij afwijkend is, is het soms wel eens nodig om een groter uh, labaanvraag te gaan doen. Of uh, nog iets uh, opnieuw te laten bepalen. Uh, waardoor uh, ja, een opname op een spoedeisende hulp uh, sowieso lang duurt. Ja, zo'n uitslag is er natuurlijk niet meteen. Nee, dat kan echt wel uh, even duren. Nou, daarnaast wil je soms nog wat beeldende materialen uh, hebben. Uh, daarbij moet je soms even wachten voor een, uh, een röntgenfoto of iets anders. Het is niet zomaar. Uh, ja. In beeld gebracht? Nou, horen we de laatste tijd helaas steeds vaker in het nieuws dat uh, geweld tegen hulpverleners vaak voorkomt. Ik kan me ook voorstellen als mensen wat langer moeten wachten en of naar huis moeten of gewoon willen weten waar ze aan toe zijn, dat ze dan ook wat kribbig worden in eerste instantie of misschien zelfs wel agressief. Hoe gaan jullie daar nou mee om met agressieve patiënten of misschien de familie van de patiënt die ook mee is en die zegt: Jullie moeten nu iets doen? Ja, en daar sta je dan. Je doet je best, maar je kan even niet meer dan dat. Nee, we hebben inderdaad te maken met uh, wat meer geweld, uh, uh, ook naar onze medewerkers. Uh, dat is natuurlijk heel erg vervelend, want dat is natuurlijk niet wat je wil. En uh, je wil iemand helpen in een acute situatie. Uh, in sommige situaties begrijp ik ook, op het moment dat je niet goed geïnformeerd bent, dat tijd iets met je doet. Um, dan nog keuren we natuurlijk geweld in iedere vorm uh, af. Absoluut. Uh, het hangt ervan af. Uh, soms kun je met praten uh, heel ver komen. En in enkele situaties uh, uh, ja, is iets meer dan dat nodig. Uh, en uh, uh, moet, ja, wordt iemand wel eens thuis uh, bericht over uh, onze omgangsnormen in het ziekenhuis? Dan ja. nou is het ook belangrijk dat je als arts op die spoedeisende hulp, Erik, uh, ja, goed toegerust bent om je taak uit te voeren. Vooral die verschillende uh, soorten patiënten die maar binnenkomen. Worden jullie ook getraind? Uh, nou, een en hulparts is niet zomaar een basisarts die uh, aan het bed staat. Dus uh, als spoedhuis en hulparts heb ik een geneeskundestudie afgerond. Daarna vaak al enkele uh, jaren gewerkt op een uh, spoedhuis en hulp of een aanpalende afdeling, zoals een intensive care. En tenslotte volgt daar eigenlijk nog een opleiding. Uh, zoals een huisarts een aanvullende opleiding heeft gevolgd... heeft ook die en hulparts dat. En dat is een opleiding van drie jaar... waarin je eigenlijk alle facetten van de acute geneeskunde ziet. Uh, dat kan betekenen de neurologie... Alles wat te maken heeft met de hersenen- en zenuwbanen. Uh, maar ook uh, de cardiologie van het, uh, de problemen van het hart. Chirurgie, et cetera. Dus inderdaad, die Spoedeisende Hulparts kan eigenlijk alle acute patiënten. Alle patiënten met een dringende hulpvraag. zien op de Spoedeisende Hulp. En moet je dat ook nog steeds op peil houden, die, uh, die kennis? Ik neem aan van wel. Ja, uh, uh, ja. Iedere dokter heeft in Nederland de, de verplichting om een aantal nascholingsuren en nascholingspunten uh, te halen per jaar. Dus dat geldt ook voor mij. Uh, en, maar die noodzaak voel je zelf ook heel duidelijk. Er zit heel veel vooruitgang in de medische sector. Uh, er verandert vaak iets. Uh, en uh, ja, die, die, die nascholing is gewoon noodzakelijk om up-to-date te blijven. Nou, want ik begrijp ook Marieke dat, dat, dat het team juist in het Flevo Ziekenhuis uh, ook uh, bij, bij competities heel goed uitkomt. Ja, wij hebben. Ik wist niet dat er competities waren op dat ja. gebied. Maar die zijn er dus we hebben een renommatiecompetitie gedaan uh, van Fanticare, die dat al organiseert. En die hebben wij dit jaar uh, gewonnen. En daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. Ja, ja. Dus eigenlijk komt het erop neer, als je al een hartaanval krijgt, dat je zo snel mogelijk bij jullie terechtkomt. Nou ja, <laughs> wij hebben deze wedstrijd gewonnen. Dus ja, we zijn eigenlijk gewoon heel. Ja. Trots op ons, ons fijne team. We hebben een fantastisch teamwerk op de spoedeisende hulp. Uh, maar is het ook belangrijk dat je goed op elkaar ingespeeld bent? Uh, ja, dat, ja. He, dat heeft wel de voorkeur. Nee. Nee, we hebben een heel fijn team van verpleegkundigen, uh, dokters, uh, artsassistenten, uh, SCA-artsen en alle andere hulp die we nodig hebben. Uh, en dat, dat, dat het een heel goed team is, heeft zich bewezen tijdens deze landelijke competitie. Maar nou heb je het over een goed team. We hebben ook de afgelopen tijd heel veel gehoord over ziekteverzuim. verzuim. Uh, er zijn veel te weinig mensen die dit werk kunnen doen, of misschien zelfs willen doen. Dus er is ongetwijfeld ook zo nu en dan iemand niet, omdat die of ziek is of omdat die functie nog uh, ingevuld moet worden. Hoe gaan jullie daar dan mee om met gewoon iemand die er even niet is? Kan het dan nog een goed geoliede machine zijn of wordt het dan toch echt wel alle hens aan dek? Ja, het is natuurlijk altijd alle hens aan dek. Dat is het altijd. Uh, wat je probeert is op het moment dat je merkt dat je een, uh, uh, ja, een persoon mist, uh, dan ga je kijken uh, welke taken zijn dat dan en bij wie kunnen die taken dan wel of niet uh, neergezet worden. Als blijkt dat we iets niet kunnen leveren, dan kunnen we bijvoorbeeld wel zeggen van in die en die dienst kunnen we dit niet leveren en dan halen we dat van een andere afdeling als dat. Mogelijk is. Als blijkt dat dat niet zo kan uh, zijn, dan hebben we heel soms wel eens te maken met een deelsluiting, dat we een bepaald gedeelte van de zorg niet leveren, omdat we de kwaliteit niet kunnen bieden. Lijkt me super frustrerend. Maar, uh, dat is het zeker. Maar wat je wel ziet uh, tegenwoordig, is dat we goed contact hebben met de regio en met verschillende soorten ziekenhuizen. Uh, wat heel belangrijk is, is dat die acute zorg uh, bereikbaar blijft voor onze uh, uh, patiënten in, in, in nou, zeker Flevoland. En daar doen we alles aan. Goed, wij weten weer wat meer over de spoedeisende hulp in het Flevo ziekenhuis in Almere. Heel erg bedankt daarvoor Marike Zwarteveen en Erik de Kruijf.